De onderhandelingen over de nieuwe cao bij chipfabrikant NXP verlopen stroef. De recordwinst van 2,8 miljard in 2023 zorgt voor meer onvrede over de onderhandelingen bij de medewerkers van de fabrikant. Vandaag laten de vakbonden van zich horen middels een poortactie bij de fabriek. Wat er nu op tafel ligt is niet genoeg voor de mensen om koopkracht te behouden. En we merken dat NXP steeds minder gaat bewegen. Dus dat ze naar een soort plafond gaan lopen in de verhoging. En dit is eigenlijk bedoeld als een extra zetje om te zorgen dat NXP ziet dat we het echt menen. Dat er echt meer bij moet komen. Ja, wij voeren actie omdat we bij NXP al inmiddels 6 rondes onderhandeld hebben. En er nog steeds heel weinig ligt. En met name op loon ligt het nog maar 3%. Iedere ronde biedt men 0,1% meer. En dat terwijl dit bedrijf toch net 23 heeft afgesloten met maar liefst 2,8 miljard winst. Met de huidige economische zaken hoor je dat de collega's op de vloer allemaal wat moeite meer krijgen met de betaling en dat soort dingen. Ze willen gewoon meer geld. En zolang NXP winst maakt en ieder jaar meer winst dan het jaar daarvoor, zien wij niet waarom de werknemers een stapje terug moeten doen. NXP laat ons het volgende weten. NXP heeft de intentie om samen met de vakbonden tot een gebalanceerd arbeidsvoorwaardenpakket te komen. Mede in verband met de hoge prijsstijgingen in 2022 heeft NXP Nederland in 2023 een collectieve verhoging toegepast van 7-11%, in combinatie met een eenmalige uitkering van tenminste 1000 euro. Daarnaast heeft NXP vorig jaar de bonuspercentages verhoogd, hetgeen betekent dat als het goed gaat met NXP, medewerkers hier ook van profiteren. Tijdens de poortactie vragen de vakbonden aan de leden of ze moeten doorgaan met onderhandelen of een ultimatum moeten stellen. Als je niet meer wilt doen dan dit, dan zien wij voor nu geen nut meer om verder te praten met jullie. Het is een driekwart meeting om te kijken hoeveel medewerkers straks bereid zijn om verder actie te voeren en eventueel te gaan staken. Nou, driekwart van de leden ja om ons als onderhandelaars te ondersteunen. Dan gaan wij als bond een staking uitroepen op het moment dat de werkgever weigert op onze voorstellen in te gaan.